Ik denk dat mensen heel erg naar hun eigen situatie moeten kijken: van oké, okay, waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Waar loop ik tegenaan? Waarin wil ik mezelf ontwikkelen? En voor die specifieke onderwerpen en punten daar weer een mentor voor gaan zoeken. Dus ja, dat kan van alles zijn: dat kunnen boeken zijn, dat kunnen cursussen zijn, dat kan gewoon iemand zijn waarbij je tegen je opkijkt, of iemand uit je huidige omgeving.